Hallo, ik ben Peter Mooijhaaf van restaurant Mange Tout van op de Vissesky. En wij gaan voor jullie een vis klaarmaken met asperges natuurlijk. Daarbij hebben we een garnalenjus en een crème van asperges. Wat hebben we daarvoor nodig? Dus de asperges, beste boter, de vis, zilkerblaadjes, gepelde garnalen. Dat zijn al de ingrediënten en nu gaan we ze assembleren. We gaan dus eerst beginnen met de garnalenjus. Een redelijke grote kom op het vuur. Een beetje olijfolie en een beetje boter. En een stevig vuurtje. Dus de garnaaltjes doen we er nu bij. Die mogen niet gekleurd zijn. Die mogen dus een beetje aanstoven, maar niet gekleurd. Dus bij de garnaaltjes doe ik zesten van citroen en appelsien om een meer fijnere smaak te creëren. Ik heb mijn garnalen nog niet geteld, want ze zijn absoluut niet puur voor het moment. En eigenlijk het beste is toch wel de garnaal. Dat nu bij ook het citroengras, dat ik gewoon gesneden heb. Dus ik moet er regelmatig in roeren hier, zodanig dat het niet aanbakt, maar dat ik wel aanbaksels krijg. Voilà, nu mag er een ajuin bij. Ik heb hier nu gekozen voor de witte ajuin, dat die iets zitter zijn. Dan gaan we daar nog een teentje loof bij doen. Voilà, en blussen met water en een keer goed roeren, zodat die aanbaksels loskomen en ook mee in de jus zitten. En dan een beetje cayennepeper, enkele bolletjes zwarte peper, die gaan we niet malen, die gaan we gewoon zo erbij doen. Voilà, dat mag nu wel een ja, anderhalf uur na twee uurtjes en zo lichtjes pruttelen. Dan gaan we hem mixen, fijn mixen. En dan door een chinois, dus dat is een dubbele zeef eigenlijk, gieten zodat hij volledig vrij is en dat het een fijne bouillon is. Het schillen van de asperges, eigenlijk is het maar altijd dat laatste stuk die nodig is. Het begint dus niet van hier. Als je dus van bovenaan begint te schillen, dan wordt die hier te dun. Je moet dus meer achteruit. Zie je, legt dat op je plankje en moeilijk is het niet, maar het is ook een beetje een gewente natuurlijk. Dus de schillen en de uiteinden doen we in een kommetje om dezelfde te maken van de asperges. Die gaan we aanstoven, een beetje olie, dus olijfolie en een beetje boter. En van zodra dat begint te werken, dan doen we daar ook een beetje water bij. Maar zetten we wel een deksel. En dat laten we nu mooi pruttelen ook, totdat die eigenlijk volledig plat gekookt zijn. Dus als de asperge zelf plat gekookt is, zogezegd, dan doen we ze door een roerzeef, noemen we dat. Dus we doen dat erin. Houd dat boven een potje en je draait erin zodanig dat je de jus, dat houdt je over en al dat schillen is en draden en zo, dat blijft hier. En dan is dit het eindresultaat. Dat is die crème van asperges. En die wordt dan straks bij de garnalenjus gedaan. Om de vis te bakken, dus boter in de pan, kruiden langs de velkant geweest, dus zout, peper. De vis is klaar nu voor in de pan te leggen. We gaan hem dus maar langs de ene kant aanbakken,
En we laten hem dan verder garen in de oven. Dan blijft hij mooi samen, valt hij niet uit elkaar. Dus nu gaan we in de oven steken. Gewoon met pan en al op 110 graden. En dat mag ongeveer 10 minuutjes zijn. Dat moet niet. En de asperges zijn dus al geschild, gekookt. En nu gaan we ze ook in de pan lichtjes opwarmen in de boter eigenlijk. Ondertussen zetten we ook de garnalenjus op. Voilà, alles is warm, gaar en klaar. Kunnen we dresseren om dan aan tafel te kunnen gaan. Hè? Ik ga dus beginnen met de asperges. Ik garneer het dus nu als een voorgerecht, niet als hoofdgerecht. De garnalenjus. Dus nu nog de zalf van asperges. Grijze gepelde garnalen. En dit is een beetje zirkel. En dat kan zo aan tafel, denk ik. Hè. Dat zal zeker lekker zijn. En smakelijk. Alsjeblieft.